Ik heb hem nu af. Hey kijkers, wat is Davidskraft? Ik zet de microfoon even op de goede plek neer. En welkom bij aflevering 3 van Map Wars. We hebben nog niks op kaart gebracht. Helemaal niks. Echt totaal niet. We hebben moeite gedaan om ons huis überhaupt terug te zoeken. Ik ben redelijk door het eten heen. Ik heb nog 4 steak. Jij? Ik heb hier nog 14 steak. Dus als je wat nodig hebt, dan moet je het zeggen. Geef terug. Dan wil ik bestek. Ik zal het... Weet je, ik geef gewoon de helft van mijn steak. Okay, dan heb je 8. Is goed. Ik heb nog... Ja, ik heb niet heel veel honger. Ik heb er 10. Oké, nice. Een paar dingetjes moeten we gaan doen en bekijken. Wij zijn helemaal die kant op gegaan en daar hebben we eigenlijk letterlijk niks gevonden behalve een rivier. Dat is waar, dat was niet echt heel veel speciaals. Het was totaal niet praktisch. Ik heb best wel veel hout, dus we kunnen even zeggen van wat is een makkelijke manier om te reizen? We kunnen zeggen we gaan een trappetje naar beneden maken en hoeven we de volgende keer niet zoveel te springen. Dat is wel een heel goed idee trouwens. En ik wil eigenlijk wel even dat jij laat zien hoe je nou die map moet maken. Ga ik doen. Hoe moet ik dat laten zien? Want we hebben de resources er nog niet voor. Wat moesten we ook weer hebben? Ik ben het helemaal vergeten. We moeten 1 kompas hebben. En om dat kompas moeten we dan in de workbench 8 papiertjes neerzetten. Okay, dus we hebben gewoon heel veel sugarcane over. En hoe maakt hij een kompas? Ik geloof dat je daar 4 iron voor nodig hebt en 1 redstone. Maar dat weet ik echt niet zeker. God, dan hoop ik oprecht dat er redstone is. Laten we vooral geen mijn in deze berg gaan maken. Want voor mij moeten we dan eerst, omdat het geworldpaint is, voor mij moeten we dan gigantisch verder beneden voordat we iets van resources hebben. Ja, dan denk ik dat ik trappetjes ga maken en dat we gewoon lekker op pad gaan, denk ik. Dat lijkt me een goed idee, want dan kunnen we wat meer avontuur beleven waarschijnlijk. Ja, want het is nog net niet, zeg maar. Maar ik moet zeggen, ik heb net heel even snel het recipe voor een kompas opgezocht. En het is inderdaad 4 ijzer met 1 redstone. Dus dat is vrij makkelijk in principe. Oké, duidelijk. Nou, ik ben klaar. Laten we zeggen, welke kant is dit op? Dit is het zuiden. Laten we naar het zuiden gaan. Is goed. En dan gaan we gewoon kijken hoe en wat. Ik maak de trap op de terugweg wel, ja? Ja, goed plan. Ik moet trouwens even een axe of zo hebben. Dus die maak ik even door het hout weg te hakken. Ik heb hier een axe. Oh, dank je. Is ze aardig of is ze echt een bitch? Want dan weet het, is ik een, het is een hele fijne ex. Oh, oké, het is een fijne ex. Ja, want anders gaat het hak altijd zo stug en zo. We zitten nu al best wel hoog trouwens, hè? Als in... Ja, we zitten echt heel hoog. Ik weet niet of je de clouds aan hebt, maar ik wel. En ik zie ze hier gewoon voorbij komen. Jezus. Oh, die heb ik niet aan... Wacht, ik ga die even aanzetten. Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Kijk, ik weet niet wat erbij staat, joh. Nou, ik heb ze aan. Het is echt enorm. Hé, ik zie weer een poes. Okay. Ik heb ze ook aan. Wow, inderdaad. Overal clouds. Oh. Ja, we zaten al behoorlijk hoog. Nou, hier ga ik dan een trappetje maken, denk ik. Zo. Maar van welk hout maak je een trappetje? Dan zorg ik ervoor dat ik dat ook doe. Ja, gewoon ook goed. Maar dit gaat niet om de mooie... gaat niet om de competitie wie heeft de mooiste trap. Het gaat gewoon puur omdat we lekker omhoog kunnen rennen zometeen. Dat is heel fijn, inderdaad. Hoeven we niet meer zo te springen en te huppelen en weet ik veel wat allemaal. Inderdaad. Dus dit duurt even. Is voor de kijkers thuis misschien even wat minder interessant. Maar, als wij alles op kaart willen maken, dude, dan moeten we echt heel erg gestructureerd bezig gaan. En ik ben van nature niet heel gestructureerd. Oh, ik helemaal niet. Dus dan hebben we dat met elkaar gemeen. Oh god. Dus moeten we extra goed ons best doen. Dat wordt wat zometeen. Oké, dit duurt echt zo lang voordat we een trappetje hebben. Maar we komen er wel, uiteindelijk, ooit. Vast wel, maar moet ik nou helpen met jouw trappetje of zul ik een trappetje maken die via een andere route loopt? Dat we er 2 hebben. Nee. Kijk, want ik ben al boven. Dit is prima hier zo. Dat is chill. Ik ga even samen ondertussen nog wel even wat hout. Gaan we dat ooit nog nodig hebben. Waar ben jij? Ik ben gewoon letterlijk nog zo goed als naast ons huis. Ik ben alleen even ietsje verder gelopen op de berg. Oké, dan zie ik zo meteen wel wanneer je er bent. Dan ga ik ondertussen even verder. Oh man, alles moet weg. Alles moet weg. Trappetjes. We willen trappetjes. Ben je al aan het zoeken? Ja, ik ben gewoon recht naar beneden. Ga richting het zuiden. Dat kan haast niet missen. Oh. Richting het zuiden. Ik ga eens even kijken. Ik ben niet de beste in coördinaten en shit, maar ik ga mijn best doen om niet te vinden. Oké, succes. En hier, hoe ziet het eruit? Oh, dan gaan we dwars doorheen. Ja. Hop. Ik zie het. Het ziet er vet uit. Geef het, zie je wel het trappetje. Ja, ik weet niet. Het is niet mooi, maar de bedoeling is dat we gewoon redelijk recht kunnen lopen. Zonder dat we constant moeten springen. Want dat springen, jongen, dat gaat zoveel eten kosten. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar volgens mij is het niet heel veel eten hier wat we kunnen hebben. Klopt, we hebben hier wel allemaal van die pushes, maar daar hebben we ook niet heel veel aan, want die droppen jammer genoeg niks. Nee, pushes zijn skeer vandaag de dag. Precies, die hebben helemaal geen zin om dingen te droppen. Nee. Nou, ik heb in ieder geval, ik sta letterlijk achter je. Ik moet zeggen, vanaf de berg ziet het er echt uit als de Chinese muur of zo. Echt fucking episch. Wat ziet er uit als de Chinese muur?
Ja, dit, als je zeg maar van naar boven kijkt, dan lijkt het zo echt heel groot, alsof er echt maanden werk in heeft gezeten, weet je wel. Oh, die trap. Ja, precies. Dus ik heb hier nog wat hout voor je. Dankjewel. Ik kom er zo aan. Want, we zijn weer een stukje verder. Ja, dit komt goed. Het stomme is, ik wil eigenlijk niet al te veel zigzaggen. Ik wil gewoon, hoppakee, recht naar voren. En kijk, want dit gaan we dan... Lekker easy. Ja, hier ook. Hier ga ik het niet weghakken. Anders kost het me allemaal pickaxe. Dat vind ik zonde. En hier gaan we dan, denk ik, een bruggetje maken. Oh, nice. Hoeveel hout denk je ongeveer nog nodig te hebben? Want ik zit hier namelijk midden in het bos, dus ik kan aardig wat verzamelen. Doe maar een paar stacks als je het hebt, want het is, we gaan heel veel nodig hebben, denk ik. Ik denk het ook. Nou, oké, dan ga ik er even mee. Die bomen zijn trouwens echt zo hoog vergeleken met normaal Minecraft Survival. Dat is echt ja, sick. Ik weet het. Zullen we allemaal moeten vullen straks, jongen. Oh, man. Maar we moeten ze ook helemaal afbreken, willen we dat die boom afbrokkelt. En dat is echt bijna onmogelijk gewoon. Ja, klopt. Of dat moeten we misschien maar niet doen dan. En we kunnen het ook in de fik steken. Dat is altijd nog een tweede oplossing natuurlijk. Als er trouwens mensen zijn in de reacties die zeggen van... Oh, David, Job, dit moet je doen om sneller dingen in kaart te kunnen brengen. Of trucjes om gebied te verkennen. Alles, laat het ons weten. Want we hebben het gewoon nodig. We zijn daar best wel noob in. Ik ga eventjes mijn clouds uitzetten. En waar staat dat? Hier. En dan ga ik even hier kijken. Want dit ziet eruit als een soort mini-bergtopje. Dus misschien is daar wel wat te vinden. Maar daarom, ik deviate even van mijn plan en ik ga even wat anders doen. Moet ik even verder gaan, want ik heb weer heel veel hout weten. Of nou, heel veel aardig wat hout. Rechtdoor totdat we de zee tegenkomen. Oké, dan, let's go. Oh, we zijn al bijna net zo hoog als... ja, dit is chill. Oké, maar hier is voor de rest niet zoveel te vinden volgens mij. Jammer, maar misschien vinden we nog wel iets speciaals. Er is hier wel wat te vinden. Ja, wat is er? Ja, er is hier een dik vet lava meer zometeen. Daar gaan we even heen. Chill. Dat gaat er zag ik al een keer. Dat gaat er ook super mooi uitzien, denk ik, op onze kaart straks. Oh ja, dat wordt wel lastig, want we moeten natuurlijk echt elk gedeelte van de wereld moeten we proberen in kaart te brengen. Dat gaat echt nog een hele objective worden. Yep. Damn. Oké, we waren ongeveer hier. Ja, maar ik heb hier voor jou weer een stekkie, dus ga je gang. Dank je wel. Ga even verder met hout verzamelen. Mag ik het rotwerk weer doen, dat is prima. Heb je nog wat leuks te vertellen ondertussen? Iets wat je meegemaakt hebt, iets wat je kwijt wil? Ik moet even nadenken. Heb ik nog wat speciaals meegemaakt? Nou, ik ben sinds kort ga ik dus gewoon weer naar school toe, want de vakantie is natuurlijk wel afgelopen. Ja, toch zit je hier in de opname. Dus, even respect voor Job. Ja, nou ja. Maar op school, nee, ik heb niet veel meegemaakt eigenlijk. Het is allemaal weer een beetje inkomen natuurlijk. Van je vakantieritme naar weer een schoolritme. Dat is altijd het lastige. Ja. Dus het gaat allemaal nog wel lekker. Weinig meegemaakt verder? Best weinig meegemaakt. Oké. Wel, laatst ging ik mijn kamer opruimen. Toen hoorde ik in één keer wat gebabbel onder mijn bed. Ik schuif dat ding nooit aan de kant. Toen zag ik daar in één keer Gerard Joling liggen. Die zat vast of zo. Nee, dus echt waar? Ja, ik snap het ook niet. Ik weet niet hoe lang hij er lag. Hij beweerde 2 maanden. Maar ik geloof het niet. En toen? Wat heb je gedaan? Ja, ik heb hem natuurlijk wel gered. Dat vond ik wel eens een beetje een menselijke plicht. Dus okay. Ja, we hebben gewoon wat thee gedronken. Een beetje bijgepraat en zo. En ik ga volgende week meedoen met een concert in de Toppers. Dus dat gaat heel, heel leuk worden. Top. En wat ga je doen? Welk nummer? Ik ga niet echt een nummer doen. Ik ga als achtergronddanser in mijn konijnenpak ga ik mee jansen. Dus dat is een beetje de bedoeling. Beter heb je nu dat konijnenpak aan? Nee, jammer genoeg niet. Oh, als ik had geweten dat ik dit ging vertellen, had ik hem aangetrokken, weet je dat? Ja, nou ja, goed. Maar dat ding is warm hoor. Bewaren we voor de volgende keer. Heb je ook nog gewoon hout of kobbel of iets dergelijks? Ja, ik heb hier in totaal bijna 2 stacks met oak wood planks. Dus ik ga ze hier even brengen. Hoezo. Volg de trap. Ik heb maar 1 stackje nodig, denk ik. Er is net een speur toch, joh. Volg de stairs voor het witte licht. Custom map. Ja, precies. Oké. Nou, ik ben bijna... Yo, je bent zo ver. Wacht, ik moet even wat koeienvlees gaan eten, want ik ga bijna dood. Oké. Doe je ding. Zo. Nou, dit is wel netjes, hoor. Zo gaan we makkelijk van punt A naar punt B komen. Ja, ik zeg niet dat door deze trap de omgeving heel veel mooier wordt. Je ziet echt hier zo'n hele lijn. Eerst is het zo heel netjes afgewerkt met trappetjes en dan hier in één keer... Ja, maar ik ga toch niet helemaal over de grond heen met dat gekke... Okay, ja, het heeft wat... kunstachtig, zeg maar. Ik weet niet hoe je dat noemt, artistieks of zo, ik weet het niet, maar het ziet er goed uit. Maak wat van, kunstachtigs, prima. Precies, het is gewoon kunstachtigs. Maar hoeveel blokken zouden we dan ver zijn? Ik denk 500 of zo. Ik denk het ook, want we hebben natuurlijk ook al aardig wat op die berg qua sterren liggen, dus het is al... Maar dat, gaat is dat is ernstig, want volgens mij is het 3000 of 4000 blokken breed, het eiland. Oh, als we echt het hele eiland gewoon willen overschrijden met sterren, dan zijn we echt een flink tijdje bezig. Ja, daarom. En het wordt ook donker, shit.
Dan hebben we wel wat. Oh, wordt het donker? Oh, hebben we geen bedden, of wel soms? Nee, we hebben nog helemaal geen schapen gekild, of niet genoeg. Oh, kijk, als die Asselads nou iets zouden droppen, iets van een raar soort wol waar we dan een bed van konden maken, was dat fijn geweest. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Ik weet wel dat ik voor de volgende keer even een pickaxe mee wil hebben. Zodat ik wat die van mij, die gaat vanzelf een keer op zijn waarschijnlijk. En voor de volgende keer eten heb ik nog wel. Fakkels is chill, dan kunnen we onze weg verlichten. Toch? Oh, dat is heel fijn. Zullen we anders even wat fakkels regelen? Want ik heb namelijk ook geen ex meer. Die is splijten. Oh, alweer? Heeft ze je weer verlaten? Dat is ongelooflijk. Het is echt nooit goed met haar gewoon. Blijft een leuke grap, dus hè? Precies, dat is gewoon priceless. Oké. Ik ben benieuwd om zo meteen terug te lopen hoe ver we nou zijn in totaal. En volgens mij... Oh shit, ik zie de creepers al. Ik ga terugrennen. Want het wordt mij te gevaarlijk. En ik ben wel heel benieuwd hoe ver we precies komen. We moeten echt fakkels gaan plaatsen bij die trap trouwens. Want ik kan het nu gewoon nog niet vinden. Ik ben veel te blind hiervoor. Oké. Maar waar was je heen gegaan dan? Voor dat hout? Nou, ik wou even over dat hout. Ja, mijn ex die was dus op en ik moest nog wat meer hout verzamelen. Dus ik loop nu weer even naar ons huisje toe om daar wat fakkels te fixen en zo. Oké, doe je ding. Oh, dat gaat wel even veel, veel fijner zo. Oh man, dit is echt... Ja. Voor jongens, kijkers thuis, die denken, wat de fuck doe je? Loop gewoon. Oh. Ik zie een zombie. Het gaat snel of niet soms via die trappen? Ja, dat gaat echt super snel. Je kan echt zo in één stuk doorlopen. Dat is echt super fijn. Nou, alleen, als je spatie ingedrukt houdt helemaal natuurlijk. Controle heb ik hem op staan, dat je automatisch rent. Alleen nu dus de truc om nog weer omhoog te komen. Shit, dit gaat wel heel kloot te worden, denk ik. Het is altijd wat lastiger. Ja, dit is echt, dit is rot. Oké. Okay. Zal ik je helpen? Ik sta namelijk al bij het huisje. Misschien kan ik je een beetje navigeren als zo'n mislukte TomTom, die nooit werkt. Oh, dat is helemaal niet zo'n slecht plan. Nu links afslaan en aan je rechterzijde 100 meter doorlopen. Er staat een creeper, oh fuck. Okay. Loop langs de creeper heen en zorg ervoor dat je niet gecreepeerd raakt. Kun jij oprecht even kijken of er geen beesten zijn? Er is hier wel een big. Oh nee, laat maar, dat is iemand anders. Oké. Je moet gewoon rechtdoor. Ja, gewoon naar boven lopen. Er staan hier geen beesten. Alleen ik sta hier op de wacht met mijn ex. Oké, succes. Doe haar de groeten. Ik doe haar de groeten. Weet je, ik kan het zelf tegen haar zeggen. Ik sta voor je. Ja. Oh, hallo. Is er helemaal geen enkel beest hier? Nee, er is, als je nu naar boven gaat, gewoon in de lijn die je nu pakt, dan kom je als het goed is geen beesten tegen. Oké, mooi. Want ik help je even mee door wat blokjes weg te hakken met een pickaxe. Want dit is een beetje lastig, denk ik. Misschien dat ik hier dan toch wel zometeen een bochtje ga maken. Ik kijk even hoe lang ik gewoon zo kan gaan. Ik ga het je zometeen even laten zien. Dan maak ik het even time day. Gewoon voor opname sakes om het te laten zien. En dan laat ik je zometeen zien hoe ver onze mega Chinese trap al is gekomen. Want we kunnen ik ben heel benieuwd. We kunnen echt best wel ver. Ik denk dat we zeker wel 400 blokken ver zijn met dit. Oh, nu al? Oh, dat gaat lekker. Ik bedoel, als we dan nu al zo'n lange trap hebben, dan komen we uiteindelijk... Wow. Hé, we hebben een indringer. Hij heeft onze Chinese trap gevolgd en nu is hij binnengekomen. Oh god, hoe ver binnen is die? Nou, hij was echt heel diep binnen en nu... Ja, ik heb hem wel vermoord natuurlijk, want het is een indringer, dat mag niet. Nee. Hoe staat het met die fakkels dan? Ja, ik wou net zeggen, ik heb... Ja? Oh shit. Ja, er zijn heel veel indringers hier. We moeten ook even wat fakkels om het huis gaan plaatsen. Maar ik heb nu in ieder geval in totaal 40 fakkels. Oh, chill. Oh, ik ga gewoon dood hier. Nee, dat ga je niet. Je blijft gewoon leven, ja? Weet je waarom? Oké. Omdat ik je nodig heb. Oh, nou, dat vind ik een goed teken. Nu ga ik extra mijn best doen. Je moet blijven leven, Job. Zal ik ze gewoon random even plaatsen, die fakkels? Oh my god, nee. Ga je echt dood? Nou ja, het zijn allemaal van die mini-zombies en die besluipen me dan en in één keer springen ze op me. Arme mini-zombies, probeer je in hun schoenen te plaatsen, in hun kleine schoentjes. Precies, en dat vinden ze niet leuk. Nou, ik ben hier met mijn vrienden de fakkels. Ik gooi ze even naar je toe. Chill. Ja, ik hoef ze niet allemaal hoor. Zo, ja, juist. Zullen we anders even naar beneden lopen en wat plaatsen? Nou, als jij dat even doet... Of is dat lelijk? Nee, dat is gewoon random overal plaatsen. Als het lelijk is, dat boeit niet. Als jij dat nou doet, dan ben ik zo meteen klaar met de trap. Dan kom ik naar beneden. En dan, als jij even het einde van de trap gaat opzoeken en verlichten als het even kan. Ja. Oh god, ik zie een creeper. Maar ik ga dood. Het is misschien een handig idee als ik even wat meer kool heb door het minen. Want dit is best duur. Hier moeten we al het hout aan gaan besteden. Ja. Oké, wat wil je doen? Kijk, als we even wat kool zouden kunnen verzamelen door minen... Oh, ik hoorde de creeper. Oh nee. Ja, kleintje, maar hij heeft geen damage op mij gedaan. Alleen op de trap. Op de Chinese trap. Ik schrok al. Ik dacht dat het gebeurt in het huis. En dan is het hele huis hier weg. Nee, joh.
De kleine minor damage komt er maar. Oh, gelukkig. Waar heb ik die fakkels? Hier. Ik zet ook als je er nog wat nodig hebt, ik heb er nog 4 voor je, dus... Nee, ik red het voor mij prima zo. Ik ben bijna boven. Ja, ik ben nu ook boven. Ik weet niet, is het een idee dat ik dan alvast een beginnetje maak aan het verzamelen van kool? Sure. Ja, lijkt me prima. Want ik weet niet hoeveel fakkels we in totaal nog nodig gaan hebben, maar... Oh. Wacht. Zo, ja, oké. Okay. Ik kom je anders wat te hulp schieten, of zijn er beesten? Jawel. Oh, ik zei net op tijd. Ik ben je redder in nood. Je prins op het witte paard. Ik zorg me. Oh, yeah. Kapot. Ik zag het van boven gebeuren. Ik dacht eerst dat jij aan het trollen was. Oh, had ik wel moeten doen. Dat was leuk geweest. Maar ik heb nog geen bow, jammer genoeg. Zo, oh, David, pas op hoor. Er is daar een skeleton. Oh, we zijn er. Yes. Oh, you made it. Oh, kijk. Ik wou net zeggen, kijk hoe ver dit eruit ziet. Ja, ik ga zo omdraaien voor de kijkers. Dan gaan we even... Een momentje. Nog niet. Oké, Je hebt ook heel sexy vel in je rug zitten zo, alsof het niets is. Nee, natuurlijk, dat hoort zo. Hier moet dan nog hout, dan is het helemaal mooi. En hop. En een fakkel. Oké, dan ga ik kijken. Het is echt heel episch. Oh ja! Kijk dan. Zullen we even eraf gaan runnen en dan gewoon fakkels plaatsen? Ja, gaan we een wedstrijdje doen? Ja, wedstrijdje. Oh, wedstrijdje is goed, jongen! Wow, jij durft! Ik doe dat soort shit niet, hè. Oh, ik moet nu hulp. Oh nee, niet staan. Nee, niet. Oh. Ik wist dat het zou gaan gebeuren, hè. Wedstrijdje, Jan, maar jij sprong echt de hele tijd. Ja, maar hey, ik had er één hartje over. Ik wist niet dat de slaap toegestaan was. Weet je? Nee, dat is het niet. Oh, fuck. Ik ga terug. De trap is niet veilig s'nachts. Oh. Weet je, ik ga echt lachen als ik je nu nog inhaal. Oh, je bent al gestaan. Ah, je hebt de finish. Ik ga fucking terug. Nee, achter je. Ik ga terug. Het is veel te gevaarlijk. Oh. Ja. Je zit er echt zoveel beesten daar. Oh my god, dat zijn er echt heel veel. Laten we teruggaan. En ja. Laten we morgen, als het daglicht is, laten we dan even de kijkers laten zien wat de... Oh, creeper. Oh, wacht, ik red je. Ik heb hem naar beneden gegooid. Zo. Oh, dit gaat echt zo snel, hè. Dit voelt echt gewoon echt. Dit is heerlijk, hè. Het duurt even voordat je het hebt. Maar dan kun je ook alles voortaan gewoon in één keer... Oké, ik vind het mooi. We gaan het aan jullie de volgende keer even laten zien, jongens, als het daglicht is. We hebben een mooie Chinese muur gemaakt en overal zitten spinnen en shit. Weg met die spinnen. Je hebt je zwaardje op, achter je. Oh, ik pak hem. Oh, yes. Ja, nu zijn ze wel de peanut. Oh god, ik ga een deur maken, heel snel. Hoop ik. Please, laat het lukken. Oké, de heks die heeft toegeslagen. Nee. Oké, we hebben een deur. Oké, nice. Oh, ik moet nog naar binnen. Oh nee, ik ben potionless bij een heks. Kom naar binnen. Oh. Ja, gezellig. Oké. We zijn veilig. Dames en heren, de volgende keer gaan wij de grote trap gaan we af. Dan kunnen jullie alles zien. En mooie deur. Hartstikke prachtig. We hebben bezoek, trouwens. Hier. Oh, echt waar? Ja, de heks achter je. Zal ik even open doen? Oh. Nee, doe maar niet. Zo, de volgende keer gaan wij dus even lekker trap af. Dan gaan we ook even gaan kijken of we eindelijk ijzer kunnen vinden voor de mappen. Job, voorlopig even bedankt. En jullie ook bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet. De kanaal van Job staat in de beschrijving. Bekijk het even. Hij heeft hele toffe video's. Geloof mij. Abonneer op DLC. En tot de volgende keer. Later. Later.